This is one of the dirtiest beaches in the entire world. And we're gonna pick up every single piece of trash on this beach. Starting with this water bottle. De Amerikaanse YouTubers Mr. Beast en Mark Rober willen de wereld een stukje mooier maken. Ze zijn daarom met een grote schoonmaakactie begonnen. Can you clap for me? There you go, all the volunteers! Samen met een hoop vrijwilligers halen ze troep uit het water en maken ze stranden schoon. Hoe meer geld mensen doneren, hoe meer rommel ze opruimen. En er komt al een hoop geld binnen. Stop! In 3 dagen is al meer dan 7 miljoen euro opgehaald. Today we will be planting 20 million trees. Mr. Beast en Mark Rober ken je misschien nog van de boomplantactie van 3 jaar geleden. Ze wilden toen 20 miljoen dollar ophalen om 20 miljoen bomen te planten. Dat lukte in 2 maanden tijd. Sindsdien worden er over de hele wereld bomen geplant. Zoals in Brazilië, waar grote gebieden bossen zijn gekapt. Maar ook op plekken waar veel bosbranden zijn geweest. Nu hebben Mr. Beast en Mark Rober dus weer een nieuwe actie verzonnen. Om het een beetje spannend te maken, bedachten ze er ook een challenge bij. Wie raapt de meeste rommel op? Mr. Beast met al zijn vrijwilligers? Of Mark Rober die in zijn eentje rommel uit vervuilde rivieren haalt? Now I know what you're thinking. Psh, Mark, 1 versus 1000 hardly seems like a fair fight. And you'd be right, except for one minor detail I neglected to mention. I actually do have one other teammate, who just so happens to be a floating 50-ton trash-eating robot. Die opruimrobot komt uit Nederland en is bedacht door Boyan Slat. It's very good at catching plastic. It's terrible at catching fish. Unless you're a dead fish, then it'll catch. Voor het eind van het jaar willen de YouTubers meer dan 25 miljoen euro ophalen. De helft van dit bedrag gaat naar de uitvinding van Boyan Slat. De andere helft gaat naar een organisatie die met behulp van vrijwilligers stranden en oceanen opruimt. And of course we know Team Seas alone won't solve this issue, but it sends a strong message that young people are hungry and willing to go beyond just retweets to raise awareness.